Bolzwart viert weer Heemhuldagen. Woensdagavond maakte de Heemhuldkoningin en haar beide hofdames haar intocht in de stad. Op het bordes van het stadhuis werden zij ontvangen door de burgemeester. Het thema van de intocht was dit jaar energie. Als een lang lint trok een stoet met praalwagens, muziekkorpsen en individuele deelnemers door het centrum. Tussen de Bolzwarden bijdragen ook deelnemers aan het 21ste internationale folkloristisch dansfestival. Spaans-Baskenland, Colombia, Turkije en Frankrijk en Swaziland waren vertegenwoordigd door dansgroepen. Een feest waar duizenden mensen naar kwamen kijken en volop van genoten. Hier is de Heemhuldag. Het is Sophia. De hemelfeesten binnen begon. Waar klept maar ze al niet zien kennen van de prachtige, fleurige intocht. Het jouwt dus alleen nog maar meer energie om er een mooi feest van te maken. Vorig jaar stonden we nog achter de hekken. En nu staan we hier op het bordes. En ik moet zeggen, dat bevalt dus heel goed. Het hemelcomité had ervoor zorgen dat er voor Jim al hier leuke activiteiten binnen. Dus vervelen is er net bij. Er binnen een protte activiteiten gepland, waarvan we misschien al geniertje kennen. Zodat ik deze dag hemeldagen een groot succes worden. We hopen je hier weer te zien bij de verschillende activiteiten. Wij zullen overal wat extra energie brengen. Carmen, Charissa en ik zullen ons best doen om er met Jim een prachtig feest van te maken. Op de Heemhuldagen!